allemaal. Daar was ik weer. Nou, er zit daar eentje heerlijk lekker te smullen van haar eten. Ze doet het goed. Ja, ja. Mooi, hè. Maar in ieder geval, lieve mensen, allemaal een hele, hele goede middag. Ja, het is vandaag zondag. Het is 24 februari. En we leven om, hoe laat is het? 13:46. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, 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 wie zit daar? Hallo allemaal. Daar was ik weer. Na een tijdje uit de running geweest te zijn met gekneusde ribben. Maar goed, we zijn er weer en we doen weer ons best om weer zoveel mogelijk bij elkaar te komen. Donker. Ik heb aanstaande week heb ik een bruiloft van mijn man, zijn nicht. En dan mag ik getuige zijn en ik mag haar weggeven. Dus dat is ook wel weer een heel mooi gebaar. Bijzonder. Een bijzonder gebaar, een mooi gebaar. Het gebeurt niet veel dat moeders het doen, of een tante, of een nicht, of wat dan ook, dat een vrouw het doet. Maar mijn man zou het doen. Ja. En daar ben ik gevraagd. En ik vind het gewoon een hele eer om te gaan doen. En waarom ben je nou lekker bij mij op visite? Waarom ik bij jou op visite ben, omdat ik er morgen niet kan zijn. En morgen zou jouw mannetje 2 jaar weg zijn. En ik heb gekleurde bloemetjes meegenomen voor je lekker voor in de tuin. Oh, dat laat ik ze wel morgen of zo even bezien. We krijgen ook meer visite. Ze krijgen meer visite. Dus we zijn er eventjes een tijdje even samen. En dat is ook heel erg prettig en heel erg fijn. Daarom. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Mocht ik jullie niet meer zien vandaag. En ik zou zeggen, geniet ervan. Het is mooi weer. Wees zeker weten. Ja, dus zo weten jullie dat. Vanwege dat mijn mannetje dus morgen 2 jaar weg is, krijg ik vandaag visite. Morgen krijg ik visite, er komt al visite na weer. En dat is geloof ik, denk ik, Wilma. Denk ik. De poort is al open? Ja, dus Wilma. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik zou zeggen, ik spreek jullie later. Doei, doei. Ja, daar binnen we weer even. Ik moet even kijken. Even monumento. Oké. Okay. Oké, dan. Een cadeautje. Door middel van die krijg je dus die Pokémon. Jullie horen haar al? Mooi. Daar is Wilma. Zeg je dag. Hallo. Hallo. Ja, ze is even voor mij en voor de cellen bezig met Pokémon. Ja, zij heeft een nieuw apparaat. Hoe heet dat ding? Nintendo Switch. Chrissy die is buiten bezig met de plantjesboel. En om 2:30, ja, dan komen er 2 anderen. En die hebben er niks mee om op de vlog te komen. Dat is eigenlijk net zoals we. Nou, dat vind ik hun nog erger dan met Astrid. Astrid die komt er af en toe nog wel eens op. Als ze een goede bui hebben, maar die twee, dat is helemaal niks voor hun. Tenminste, vooral voor de ene, hè? Voor haar. Hem weet ik niet, maar hij gaat erin mee. Maar oké, we zijn gezellig met elkaar. Wilma die heeft water, dan moet ze... Nee, ik heb ook hier wel een kleurtje. Ja. Ja. Is ook niet te zien, maar doet het. Nee, maar die is hier heel licht. Wat voor smaak is dat dan? Nee, citroen, ananas of zo. Ik kan die eens lezen. Ik moet zelfs naar het raam toe om te lezen. Kun je nagaan. Kun je ook Pokémon worden? Kom op. Nee. Ja, lemon. Wat is lemon? Ik ken geen Engels. Citroen. Oké. Okay. Dus ja, Frodo wil naar binnen. Chrissy komt net binnen met een plant. Dus we laten Frodo even binnen. Want ik heb mijn ramen gisteren daar schoon gemaakt. Ik ga naar buiten. Oh, ze gaat naar buiten. Want de glazen was geweest, maar die heeft er een keer de voorkant gedaan. Maar toch moet je de hele volle pomp betalen alsof die het achter ook had gedaan. En dat was dus niet waar, maar ja, doet er niet toe. Ik was op dat moment nog horizontaal, want hij was er al heel vroeg. En zo vroeg was ik er nog niet uit, nee. Maar ja, doet er niet toe, het is nou, de benedenraam is schoon, daar hoefde ik geen trap bij. En de bovenraam, ik denk, bekijk maar. Ja toch? Ja. Nou, ik zeg het.
gratis. Ja, lieve vrienden, even met mijn mobiel, want mijn geheugenkaart van de camera is vol. Maar Wilma en ik gaan even lekker, gezellig, samen uit eten. Uit eten, ja. We gaan naar Lands en toe. Dat is bij de dijk, dus mooi uitzien. Ze zeggen tot strakjes, doei doei doei. Ja, en we zijn nu aangekomen in het restaurant met uitzicht op zee naar Texel toe. Dus dat zal gezellig worden. Ja, ja, ja. En we gaan genieten. Dankjewel, ik krijg hier de menukaart. Dus ja, we gaan lekker genieten. Ja, dus ik zeg het tot strakjes als we weer thuis zijn. Ja, ja, en we hebben het eten voor onze neus staan. En Wilma die zit al heerlijk lekker te eten. Dus ja, dat gaat wel naar binnen toe. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten Wilma. Ja, en we zijn weer thuis. En ik zie helemaal niet dat mijn geheugenkaartje vol is, want ik ben al gewoon aan het filmen. Ja. Maar jullie hebben gezien wat we hebben gegeten, want ik heb met mijn mobiel geklopt. Dus ik denk dat het vanmiddag een foutje was van mijn camera. Kan misschien gebeuren, ja. Ik heb lekker mijn buikje vol gegeten en we hebben het fijn gehad. We hebben het gezellig gehad. We hebben het over droevige dingen gehad. We hebben het over leuke dingen gehad. Het was fijn. Dankjewel, lieve Wilma. Ik hou van je. Nou, lieve vrienden, het was echt fijn, ja. Maar ik ga nu weer even sluiten. Ik ga even uitrusten. Ik heb nog een hoop te doen. Want ik kijk, het hele aanrecht staat vol met afwas. Ik weet niet of ik dat vanavond nog ga doen. Nee, morgen weer een dag. Maar ik moet wel naar Facebook. En vannacht om 12 uur zet ik een plaatje neer ter ere van mijn mannetje. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Of ik even live kom. Ik weet het allemaal niet. Ik leg er helemaal aan hoe mijn hoofd erbij staat. Maar in ieder geval, ja, mijn mannetje is voor mij alles en wordt voor mij alles. Is het nog, ondanks dat hij in de hemel is. En dat, ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat we jullie nog doen gaan. Ik ga voor mezelf genieten, voor mijn diertjes genieten. En eventjes mijn hoofd leegmaken, even een spelletje, eventjes niks dan wat ik wil. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, en het is alweer, de klok heeft 2 geslagen, maar mijn horloge heeft nog geen 2 uur, dus ja, bijna 2 uur in de nacht. Het is vandaag voor mij een zeer zware, moeilijke, emotionele, dubbele, rotdag. Vandaag, over een paar uurtjes, om 6 uur, is het 2 jaar geleden. Dat mijn mannetje is overleden. 'S morgens 6 uur in de vroegte. In het ziekenhuis te Alkmaar. Dat ja, die dag blijft je bij. Dat gaat als een film voor je langs dag in, dag uit. Tenminste bij mij. Ik voel dat zo. Ik heb toen ook heel, heel wat meegemaakt. Dus ja, dat gun ik geen één toe. Zelfs mijn grootste vijand niet. En die heb ik wel hoor, ja. Ik denk dat iedereen die wel heeft. Maar ik gun het hun niet. Nee. Niet wat ik gezien heb. Allemaal. Wat ik mee heb moeten maken. Doet o zoveel intens verdriet. En intens veel pijn. Maar ja. We gaan door met die banaan. Zelfs Frodo die voelt het aan. He, hij kwispelt wel. Maar zijn ogen zijn ook wat rooier. He, die voelt het ook wel. Dat, ja, we gaan naar bedje toe. Ik heb een slokje wijn staan, dat drink ik op. En aangezien ik altijd een heel koude voeten heb, ben ik ook met een warme kruik bezig. Hoeft er voorheen niet, want dan kan ik mijn voetjes tegen mijn mannetje aanleggen. En dat gaat helaas niet. Dus ja, een alternatief is gewoon een warme kruik. En ik heb een heel ouderwetse nog, van vroeger. Een kleine kruik voor in de kinderwagen. Wie kent hem niet? Denk iedereen wel, hè? Ja, dus lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. En misschien tot morgen. Doei, doei!